Goedemiddag, mijn naam is Jo de Proft, de geestelijke vader van Comifo. Dus de eigendom waar het Comifo gevestigd was, was vroeger de zaal Koningshof. Dat was eigenlijk de feestzaal van mevrouw Verhelst, drankuitzetter Verhelst, een mevrouw die nu overleden is. Die baatte die zaal eigenlijk uit, enkel en alleen bij politieke meetings, bal van de big band, maar eigenlijk niet echt zo echt commercieel uitbouwd, maar dat heb ik niet gedaan. En op een bepaald moment ben ik daar vuiven beginnen organiseren. Dus in de tijd was de overeenkomst met de eigenaar, dus wij deden de tap, zoals ze zeggen, en wij deden de inkom. En dat was een speciale dagen zoals oudejaarsavond. Helaas niet, want daar was er niemand die wou werken. Maar de kermissen in Dendermonde, de jaarmarkt en dan de carnaval en zo af en toe. En op die manier was ik eigenlijk de enigste die daar eigenlijk de DJ was eigenlijk. En zo heb ik dat dus een paar jaar gedaan. En dan op een bepaald moment is die mevrouw overleden. En dan hebben ze gezegd van ja kijk, jij mocht dat verder runnen. En ik begon dat meer en meer te doen. En toen kwam de brandweer de zaal afkeuren voor de brandveiligheid. Dus moest ik plotseling enorme kosten doen. Toen dacht ik zo van, ja, als ik die kosten moet doen, kan ik misschien beter op regelmatige basis de zaal uitbouwen. Dus met het systeem, ja, niet echt een dansing, maar eigenlijk ja, meer en meer vuur, een vast systeem. En er kwam altijd maar meer en meer volk. Ik heb dan ook de naam veranderd naar Comifo. Dus, periode 87, 88 zo. En dan heb ik dus gans die zaal opgefrist. In pastelteentjes allemaal. Elke in de plancher, elke lat werd in een andere pasteltint gezet en zo. En dat was een legendarische opening ook, met enorm veel schadeclaims van jassen, mensen die verf nog aan hun wrak hadden en zo. En dat was ook de periode van de Millet-tijdperk en zo. Het is wel heel veel zware schades. Ik heb dat allemaal betaald. De belangrijkste DJ was ongetwijfeld TC. Dus TC kreeg van mij de opdracht om de mengeling te maken tussen het appelleren aan de behoeften van de plaatselijke jeugd, commercieel, dingen die iedereen kent. En dan ook gemengd met mijn inbreng dan, met het alternatieve werk. En dan, laten we zeggen, Studio Brussel, genre. En de tweede belangrijkste DJ is dan Jan van Biezen. En die heb ik dan ook een heel lange periode gehad als DJ. En die is ondertussen directeur van Studio Brussel. En nog een belangrijke DJ is ook Olivier Pieters. Die heeft Het Einde gedaan. En dat was een totaal ander genre muziek. Meer dus de house en de techno. Allerlaatste dag heb ik de Comifo, want dat was een periode in Comifo van de stellingen. Veel mensen zeggen, ik kwam niet van de Comifo met de stellingen. En voor de laatste dag, voor één dag, hebben we de Comifo nog een keer volledig in de oorspronkelijke staat van Koningshof gebracht. Ongeveer toch, althans. En dan hebben wij ook achteraan noodtrappen gebouwd, want ondertussen waren ze daar appartement aan het zetten. Speciaal beton gegoten, noodtrappen gebouwd op funderingen van eiken treinbils. Om nog een keer, ene keer, wou ik nog een keer open doen. Ene keer, zoals het eigenlijk vroeger was. En dan, de laatste uur draaide me altijd One More Time van Daft Punk. Dat bleef gewoon maar duren en mensen gingen niet weg. Dus ja, zo is het gestopt. Dat is het laatste.